Dag kijker, welkom bij Uitstap. Vandaag ontdek ik Wommelgem en beginnen doe ik hier op de kerkplaats. Hier ligt de Sint-Petrus- en Pauluskerk, een rijp gotische parochiekerk die in 2003 gerestaureerd werd. Bijna tegelijk kreeg ook de kerkplaats een opknapbeurt. Op dit plein vind je het oud gemeentehuis en er prijkt een schandpaal, ook wel kaak genoemd. Dit is een van de weinige exemplaren die België nog bezit. De schandpaal. Normaal gebruikt om misdadigers aan de kaak te stellen, vandaar het spreekwoord, werd in Wommelgem zo goed als niet gebruikt. Wel deed hij ooit nog dienst om bevelen van hogerhand en plakkaarten van notarissen af te kondigen. Op de Uilenbaan tussen de beuken en lindebomen prijkt de oude Sint-Janskapel. In de 17e eeuw was het een populair bedevaartsoord. In de jaren 60 van vorige eeuw kreeg de kapel heel wat te verduren. Ze werd gedeeltelijk vernield door vandalen, het terrein rond werd als stortplaats gebruikt en er vestigde zich ook heel wat industrie in de nabije omgeving. De Heemkundige Kring en andere lokale verenigingen verzetten zich tegen het verval van dit mooie plekje. En in 1971 startte men met de renovatie van de kapel. Datzelfde jaar werd het gebouw als monument en de omgeving als landschap beschermd. Nu vinden hier jaarlijks het laatste weekend van juni en het weekend voor de grote kermis de Sint-Jansfeesten plaats. Een echte Breugeljaanse kermis met kraampjes van Wommelgemse vereniging. Op zondag kan je er dan zelfs de hoogmis bijwonen. Op mijn weg ligt ook de Ternesse Golf & Country Club. Weinig weten dat zich hier een stukje erfgoed bevindt dat van levensbelang is geweest voor Antwerpen. Want het voorzag de stad van zoet water voor haar brouwerijen. De Herentalse Vaart takte hier af naar het Schijn die richting Antwerpen vloeide. Het spuihuis stond bovenop de sluis die men ook van daaruit bediende. De grondvesten van dit bouwwerk uit 1552 zijn bewaard gebleven en vormen ongetwijfeld de oudste waterbouwkundige site van de provincie Antwerpen. Het is de bedoeling om deze mettertijd te openen voor het publiek, zodat iedereen kan kennismaken met dit unieke stukje verleden. Het fort van Wommelgem. Ja, dat kon ik ook niet links laten liggen natuurlijk. Wommelgem heeft dus ook een fort. Ik heb er ondertussen al heel wat gezien. Ook dit fort maakt deel uit van de Fortegordel. Hoe zit dat eigenlijk precies? Hoe is die ontstaan? Ja, de Fortegordel is ontstaan in de 19e eeuw. Het was als reactie tegen Napoleon III. En toen heeft men beslist om van Antwerpen een nationaal reduit te maken. Nationaal reduit, dat betekent dat dat een plaats is waar het hele veldleger zich kan terugtrekken in geval van agressie. En ook de koning en het ministerie. En dat nationaal reduit werd dan versterkt met een wal van 15 kilometer rond Bergen en Borgerhout. En met 8 vooruitgeschoven forten. Er was fort 1, dat nu het shoppingcenter is. En fort 2, waar we nu staan. Dit fort wordt ook bestempeld als een echt museumfort? Inderdaad, wij hebben een aantal musea. Hier achter mij, de kanonnenhalerij uit de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. En dan is er ook in het binnenfort nog het politiemuseum en nog vele andere. Bij het Fort 2 bevindt zich deze taverne Biblos en Dirk is de eigenaar, dacht Dirk. Ja, gezellig hier zo vlak bij het fort. Wat zijn zo de grootste troeven van jullie taverne? Ja, ik denk vooral de ligging. Dus we hebben een enorme parking als troef, wat toch tegenwoordig belangrijk is. Absoluut. En dan het fort waarbij tientallen verenigingen gevestigd zijn. Dus elke week is er eigenlijk wel iets te beleven vanaf het voorjaar tot te diep in het najaar. Dat maakt het dus altijd wel wandelaars, fietsers, van allerlei soorten. Je kan hier terecht zowel om iets kleins te eten als iets groots, hè? We hebben een
klassieke kaart eigenlijk, menukaart met diverse snacks en een paar klassieke hoofdgerichten. En dan werken we voornamelijk met seizoensgebonden producten. Dus de asperges zijn op hun einde aan het lopen, dus de maatjes komen eraan. En dan de mosselen natuurlijk, terrasjes weer. Dit is het biertje van de maand, de kwak. Ik zou zeggen, we gaan er eens op klinken, hè, Dirk. Ja. Zo, santé. En terwijl wij hier lekker verder genieten, kunnen jullie nog eens kijken naar bierexperte Anneke Rijkers die naar Brouwerij Bosteel strekt om ons te laten zien hoe dit biertje nu precies geserveerd en gedegusteerd wordt. Waarschijnlijk is het inschenken van een kwak al even spannend als het opdrinken ervan. Inderdaad. Het is niet eenvoudig. Het vraagt een beetje oefening. Zoals jullie kunnen zien, is er dus toch een verschil met het uitschenken met houder bij en zonder houder. Zonder houder verloopt het duidelijk toch iets vlotter dan met. Ik neem altijd het glas uit de houder. Zowel voor het inschenken van het bier als voor het degusteren van het bier. De houder is in feite gewoon een hulpmiddel om het glas op de tafel te zetten. Maar dus origineel hing het glas aan de koets. En een koets op tafel zetten is natuurlijk moeilijk. Voor de rest heeft het bier ook een zeer mooie kleur. We merken dat het toch een vrij getaand bier is. Dat de vorm van het glas ook wel een beetje bijdraagt aan de kleur. Van onder in het glas merken we dat het duidelijk donkerder is dan bovenaan. In het glas bovenaan. Dus verschillende kleurnuances. Dus onderaan waar dat je dus de dikste doorlaatbaarheid heeft van het glas, zit je dus een donkere kleur, terwijl dus naarmate dus de hals smaller wordt, zit je dus een blekere kleur. Dus dan krijg je een mooi kleurenpalet in het glas. Volledig te denken aan het gebruik van diverse mouten, neem ik aan. Ja, dus de combinatie van de pilsmout samen met de Munichmout zorgt ervoor dat we dus het amberkleurige bier krijgen. Op uw gezondheid. Gezondheid. Zo, ik heb weer heerlijk bijgetankt op naar Kasteel Hulgenrode. Al in de 12e eeuw was er sprake van dit domein. Na een verwoestende brand in 1914 werd het kasteel heropgebouwd in neoclassicistische stijl. Het is nu eigendom van VZW Koraal, die instaat voor de pedagogische opvang van kinderen. Het parkdomein is het favoriete speelplein voor de kinderen uit de buurt. Niet alleen fietsend kan je Wommelgem ontdekken, maar je kan hier ook tot rust komen tijdens een wandeling. Aan sportcentrum Synergy Wellness Point vertrekken er 4 nieuw uitgestippelde wandelroutes. Goed voor zo'n 35 kilometer wandelplezier. Elke route is voorzien van een kleur en een naam, dus verloren lopen doe je zeker niet. Een handige map met de 4 wandelkaarten is te koop voor maar €4 in het gemeentehuis. Wommelgem telt naast kasteel Hulgenrode ook nog een ander kasteel, namelijk kasteel Zelzaten, oorspronkelijk een burchthoeve die in 1542 werd verbouwd tot een kasteel in Toscaanse stijl. Enkele jaren later werd het vernield door Maarten van Rossum, vandaar de naam Verbrandhof. Later werd het minder luxueus heropgebouwd. Een laatste verbouwing vond plaats in 1897 en gaf het kasteel zijn huidige uitzicht. Bij de verbouwing werden enkel de 16e eeuwse toren en de kapel behouden. In dit prachtige kader bevindt zich rust- en verzorgingstehuis Wommelgem. Een mooie plek om je oude dag door te brengen. Wil je na een actieve dag tot rust komen? Breng dan een bezoekje aan het gemeentepark. Vlakbij het park vind je ook het Grand Café Lindenberg, dat gevestigd is in een van de zeldzame Wommelgemse herenhuizen. Hier sluit ik mijn dagje Wommelgem af.
Bedankt voor het kijken en tot ziens. Wil je ook zo'n elektrische vlauw? Ga dan naar de Waalse Kooi, naar het topfabriekje. Doe nee! Geniet van Kwak, het koetsiersbier.